Ze wordt veroordeeld om die overeenkomst na te komen. Doet ze dat niet, dan krijgt ze een dwangsom per overtreding van 40.000 euro, met een maximum van 400.000 euro. Dus de rechter heeft echt inhoudelijk korte metten gemaakt met alle standpunten van uh, mevrouw Kremers. News. Vandaag het kortige ding en de uitspraak van de rechter. Maar eerst neem ons even mee terug de tijd in, want waar ging dit nou precies over? Het ging vandaag over de overeenkomst, uh, waarin partijen over en weer hadden uh, afgesproken niet met modder in de media te gooien naar elkaar. En Nicole wilde zich daar niet aan houden en die had er allerlei redenen voor. En die heeft uh, de rechter één uh, voor één uh, van tafel geveegd uh, in een heel mooi vonnis. Wat even terug naar die overeenkomst. Uh, ja, Peter, waarom was dat eigenlijk? Ja, dus, uh, als bekende Nederlander is het heel gebruikelijk dat je een vaststellingovereenkomst uh, maakt voor beide zijden. Voor mijn dingen, maar zeker voor Nicole, uh, dingen erin. Waar je gewoon afspreekt, waar gewoon vast staat. En ja. Een beetje volwassen mensen die houden er eigenlijk gewoon aan de afspraak. Ik het tenminste wel. Zij dreigde een boek uit te brengen. Inmiddels uh, heeft ze gezegd dat ze dat zeker voorlopig even niet doet. Uh, maar uh, had zij ook uh, gedreigd dat daar allerlei dingen over Peter in zouden uh, komen. Nou, op zitting haalde ze dat al terug. Zei ze van ja deze uitspraken ga ik al niet meer in dat boek zetten. En toen zei de rechter um, als uh, er nu zo'n dwangsom op staat, want ze is veroordeeld uh, tot het betalen van een dwangsom, als ze alsnog die overeenkomst niet nakomt, dan vind ik dat wel voldoende. Uh, en dat dat leidt ertoe dat zij waarschijnlijk in dat boek in ieder geval niks uh, gaat uh, zeggen wat niet is afgesproken. Ja, een voorbeeld was: uh, uh, hij pakte het potlood van mijn kinderen en hij wou het door mijn hoofd steken. Nou, iedereen suggereert, zij ook dat het uh, over mij ging. Uiteindelijk bij de rechtbank zegt ze: wat is precies gezegd? Ja, bij de rechtbank zei ze: ja, nee, dat ging helemaal niet uh, over Peter Gillis. Uh, en ik ga dat ook niet in het boek zetten. Dus daar had ze al in de gaten dat ze ver over de grens is gegaan, omdat het gewoon niet is gebeurd. En dan even. Na de uitspraak dan vandaag, wat hield deze precies in? Uh, heel simpel ja. eigenlijk. Uh, de rechtbank uh, gaat in een uitvoerig vonnis één uh, voor één al haar argumenten uh, die zij heeft ingebracht, uh, die uh, verwijzen naar de prullenbak, uh, dat er geen sprake is van dwang. Dat Peter dat gewoon heeft aangetoond. Dat partijen juist heel goed met elkaar omgingen rondom die vaststellingsovereenkomst. Uh, uh, en dus blijft die in stand. Ze wordt veroordeeld om die overeenkomst na te komen. Doet ze dat niet, dan krijgt ze een dwangsom per overtreding van 40.000 euro met een maximum van 400.000 euro. Dus de rechter heeft echt inhoudelijk korte metten gemaakt met alle standpunten van uh, mevrouw Kremers. En is het dan nu al tijd voor feest? Nou, ik hoef niet te feesten. Gewoon gerechtigheid, dat vind ik belangrijk. Uh, ja. Mevrouw Kremers, die gaat nog wel in hoger beroep als ik het goed heb begrepen. Ja, ze zegt uh, in de media in ieder geval dat er een bodemprocedure komt. En ik heb uh, haar daar heel veel succes, maar vooral sterkte gewenst. Want ja, dat wordt voor haar een juridisch bloedbad. Er is heel, uh, heel weinig te halen als je dit vonnis leest. Het is zo uitgebreid gemotiveerd. Dat gaat in een bodemprocedure niet anders worden. Nou, Peter, dan wens ik je uh, heel veel succes de ja. komende tijd. Genieten van de vrijheid. Ja, maar dat doe ik sowieso. Dus ik was ook al aan het genieten. Maar het is heel vervelend als mensen in de media van alles roepen. Dan, uh, dat hoort niet zo. Wil jij nou niets meer missen van onze content? Nou dan kan dat. Abonneer, volg ons op TikTok en Instagram voor meer.